Hallo YouTube, Sneaky Lex hier en welkom terug bij een nieuwe aflevering FTL. We zijn weer eens aangeland bij The Last Stand. Deze keer met weer een nieuw schip en de Advanced Options aan. Dit is een bijzonder schip met, Lanius Crew. Dus de Lanius Cruiser. En het bijzondere van de Lanius Crew is dat zij geen zuurstof nodig hebben om te overleven. Sterker nog, zij zuigen de zuurstof uit de ruimte waar ze in zijn. Dat is weer eens heel wat anders. Ik ben niet zo heel erg tevreden met het setup van ons. We hebben heel veel wapens, maar we hebben eigenlijk veel te weinig crew. Nog maar 5. We hebben er 2 verloren onderweg, anders hadden we er 7 gehad. Waarvan 5 Lanius crew. Dat was een stuk beter geweest. We moeten het doen met wat we hebben. Deze human maar eventjes in de wapens zetten. We hebben wel een maximaal geüpgraded teleport, een maximaal geüpgraded klok en een maximaal geüpgraded hacking systeem. Alleen uiteraard veel te weinig power om het allemaal tegelijk te kunnen. Dat is even zo. Hier is de Rebel flagship, dus we gaan die kant op. Even kijken, een Rebel Scout. Knap irritant. Daar hou ik niet van. Wat gaan we daar doen? Wat gaan we doen? Weet je wat? Bij teleporten. Naar de shields. Oh, hij kloot. Nou, weet je wat? De teleporten wil ik helemaal niet. Dan wachten tot hij uit de kloot komt. Dan gaan we zelf kloken. En dan tegen die tijd is onze FTL drive al opgeladen. En dan jumpen wij gewoon lekker weg. Even kijken. Klopt. Bam, toch nog geraakt. Dat is niet jammer. Even kijken, kunnen we dit? Ja, we gaan gewoon de deuren openmaken. Zo snel mogelijk zorgen dat het vuur uitgaat. Het is gelukkig een lege ruimte. Oké. En de deurtjes weer netjes dicht. Jump. En deze kant. Oké. Nou, hier is weer een vervelende. Even kijken, ze hebben hier 1, 2, 3, 4 humans, maar geen healing bij. Dus dat is gunstig. Dus dan gaan wij lekker naar de wapens. Jammer dat het kloken nog even duurt. Ik hoop niet dat ze allerlei Oké, we kunnen kloken. Kijk, 4 humans allemaal hier. Shields holding nog steeds. Even kijken hoor. Chain laser zetten we op de shields. Daar zijn we natuurlijk ook van. Ik weet eigenlijk niet waarom ik hier door het zolder van de shield heen kon gehoord. Dat is bijzonder. Dat is apart. Even wachten tot nog een keer de laser geschoten heeft. Nog een keertje wachten tot de laser geschoten heeft. Oké, dat is goed. Blijf er maar even in staan. Even kijken, het is jammer dat we nu nog maar 1 Lanius hebben. Die gaan we toch even op afsturen. Zo, die zetten we. Even kijken, deze zetten we uit, deze maximaal. Dan kunnen we ook snel weer terughalen wat nodig is. Wij zetten hem op de helm. Als het op de juiste super shields prevent. Dan wachten we nog even een keer. Oké, dan zetten we hem nu op de helm. Thank you.
Kijk, hij gaat er bijna aan, dat is een beetje jammer. Chain laser uit, ga jij maar naar de shields en kom jij maar terug. Ik ga me healen. Oké, dan hebben we power nodig om te kunnen healen. Hacking zet eruit. En jullie ook. Oh shit, super shield shit. Misschien heb ik bijna geheeld. See why hang, ja. Oké, en een nieuwe poging. Another shield. Oh ja. Nou, kom op, chain laser. Beetje opschieten. Ja, oké. En daar nog wel. Oké, nou. En klaar. Zo, dat was nog lastig ook, zeg. Kom maar op. Oh ja, ik moet terug. Ga maar healen. Even kijken, deze power uit. Nee, maar ja, laat maar afstaan. Zo snel hoeven we niet te healen. Even kijken of we nog iets kunnen upgraden wat interessant is. Nou, we kunnen nog meer wapens upgraden, maar dat heeft niet zo heel veel zin. We kunnen oxygen nog doen. En we kunnen nog shields erbij doen. Shields misschien wel handig. Aan de andere kant is extra dodge kans is ook niet weg. Keuzes, keuzes, keuzes. We kunnen 60 en 80. 140, dan houden we er nog niet. Ja, ik heb niks serieus over voor de rest. Dit is 80. 80 plus 80 is 160. We hebben 20 nodig. Ik zet er 2 hier. Oké. Ga jij maar daar naartoe? Kijk, dit is Deos. Die kan vechten. Dit is Maan. Die kan minder goed vechten. Dit is CY Heng. Die kan ook goed vechten. Nee, CY Heng. En daar toe. En deze is CY Heng. Oké. En dan heb ik hier nog Scoop. Die kan ook redelijk vechten. En Manon minder. Scoop, die kan ook. Oké. Okay. Jij uit de healing bay. Want anders dan, zit daar geen zuurstof in voor het geval dat een van de overige kandidaten moet, daar moet verblijven. Hier zien we uit. Hier eentje extra aan. Deze eentje minder. Daar eentje extra aan. 43% IV. Oké. Nou, wordt niet heel veel meer. We hebben te weinig tijd om onze kapitein en onze masterchef engineer te upgraden. Dus we moeten het wel weer doen. We gaan even langs de repair. No time. Continue. Naar de repair. Oké. Dan kunnen we nog 80 bij. Extra shield power in ieder geval. Als we daar geraakt worden, dan kunnen we in ieder geval één schade verdragen. Oké, jump. Rebel flagship. Nou, het zal mij benieuwen. Als het goed is, gaat hij als eerste kloken. Ja, hij gaat ook. Oh, en hij gaat onze hacking hacken. Ja, die waren we toch niet verband over uit. Dus ik ben blij dat hij dat heeft. En niet iets anders. Oké. En zo snel mogelijk duidelijk.
en de wapens daar kapot maken. Oh, boom 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 hoor ik. 103% effect. Kijk, daar hebben we wat aan. En hij klopt. Oké, dan gaan wij hem daar naartoe gooien. Als het goed is, zou hij dat moeten redden. Hoop ik dat hij dat redt. Nou, het zal een trap aan worden. Ik wacht heel even. Ja, ik haal hem terug. Hier. Oh, dan moet ik natuurlijk al power en healing bijgooien. Oké, ga nog een keertje kloken. Op iets te veel naar ons toe. En dan ja. Nou moet het kunnen. Even kijken. Eentje daaruit. Dan een shield aan. We worden weer gehackt. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niks uit op dit moment. Oké, komen jullie maar even terug. Zodra natuurlijk de klok van het flagship afgelopen is. Kunnen we ondertussen wel even healen. Oké, okay, healing uit, oxygen weer aan. Ik vind de rest van de crew dat zo vervelend. En gaan we eruit. Oh, er komt te veel op ons af, dus we moeten even lopen. Alles mis. Lekker. Oké, okay, mooi. Nog een wapen van hun uit. Crewmember dood. Dat is gunstig. Kom jij maar terug. En dan gaan we even healen. Dan gaan we de oxygen er even uitzetten. En de healing er even aanzetten. En de oxygen uit. En deze weer aan. Oké, okay, gaan we daar naartoe. Yes! Nou, die is ook klaar. Jullie terug. Even kijken. Is CY Hang? Oh, die zit daar. Oxygen eruit. Ja. Weet je wat? We kunnen natuurlijk gewoon een wapen uitzetten. Oké. CY Hang wilde ik een Scoops worden. En Manon die. Oh, die is inmiddels kan die ook vechten. Zie je? Die kan vechten. En Scoops. Nee, Manon wil ik er toch uit hebben. En CY Hang erin. Even kijken, en dan wil ik iets meer power in deze hebben. Waar gaan wij dan zorgen dat zij niet meer aangevallen? Wat dacht je van de deur? Ja. Ik moet toch ergens beginnen. Proberen te overleven totdat tot het wel, laat maar zeggen, geen oh ja. Ja. Kom maar toe. Ga maar hier. Ga jij er maar in. Ja,
Ja, dit gaat eigenlijk helemaal niet zo op de manier zoals ik wil. Ze gaan namelijk niet dood. Dat is een beetje jammer. Er zijn er gewoon te veel. Er zijn er te veel. Ja. En wij zijn natuurlijk zwaar gehackt, dus dat is ook jammer. We moeten een andere tactiek zien te verzinnen. We hebben nog geen schade, dus dat gaat goed. Alleen, we doen ook niet echt schade. En ik wil wel mijn crewmember heel houden. En het zou mooi zijn als we er drie tegelijk konden schieten, maar ja, dat is dus niet het geval. Zullen we de deur gewoon proberen van de deur? Misschien hadden we het er met bij moeten proberen. Dat was misschien wel beter geweest, ja. Weet je wat, we gaan er met bij proberen. Net op tijd voordat ze kloken. En we worden weer gehackt. Nou, het zal. Oké, weet je wat? We gaan de map even proberen. Kijken wat er gebeurt. Ook eentje meer aan die doen. Iron Stunner en de Iron Blast maar even op de shield gooien. Dit werkt niet. Weet je wat, we gaan het anders doen. Ik zet even de cloaking helemaal uit. Alle wapens aan. En ik gooi ook de vlak op de shields. En ik gooi ook de chain laser zometeen op de shields. Okay. Allemaal even uit. Allemaal eerst even op gemakje opladen. En als alles opgeladen is, dan doen we dat gewoon allemaal gelijk. Jij en jij. En jij. Oh nee. Daar. Oké, dat was niveau eentje. Dan gaan we kijken hoe snel het allemaal weer gaat. Het schiet lekker op. Met dit tempo. Dit wordt helemaal niks. We moeten echt die crew dood hebben. Dus we nemen echt de tijd gewoon even tijdens deze fase en dan. Ja, en dat ze kunnen kloken, dat helpt natuurlijk ook niet echt mij. Ik heb te weinig wapens. Nou, net iedere keer vlak voordat die vlak er is, die klojo's natuurlijk dan kloken. Ja,
En dan hebben ze weer tijd om alle shields te herstellen. Daar gaat mijn crew, let op. Nou, net mijn weg, net. Ik ben bang dat dit heel lang gaat duren. Ik heb gewoon alle wapens aanstaan en het enige wat ik nog zou kunnen proberen is toch onze hacking toe. Even kijken, ik word er eentje hier af. En daar. Ik ga toch kijken of ik die shields kan hacken, want dit is natuurlijk waardeloos. Als die klaar is met de klok en dan als het goed is, is dan ook de hek weg. Dan gaan we kijken wat ik wil. Nou, we doen in ieder geval iets van schade daar. En we zijn weer gehackt. Maar ik wil eigenlijk niet dat die doodgaat. Ik wil die crew eigenlijk dood hebben. Ik heb in ieder geval de shield down nu, dat scheelt. Wat gaan we doen? Ik denk dat we ze toch maar. Het enige wat ik kan verzinnen is nu de crew teleporten hierin, maar dan hebben ze natuurlijk die kans om die shields weer te repareren. En vast op deze en op deze. Deze even uit. Deze even uit. Crew. Nee, het gaat veel te snel. Kom maar weer terug, dat werkt niet. Prime stunners weer aan op de shields. Vlak aan weer aan op de shields. Want dan vlak aan op de shields. Bam. Oké, we finally gained the upper hand. Nou, dat is dan het goede nieuws, hè? Even mijn crew healen. Nou, we hebben geen schade opgelopen. We zijn op zich niks kwijt. Dat is het goede nieuws. Even kijken. Healing bij. Uit. En extra power healing. Weapons even uitzetten. Even uitdokteren wat ook weer die tweede fase was. Volgens mij werden we in die tweede fase aangevallen door de crew van buiten. Maar we moeten in ieder geval zo snel mogelijk zorgen dat we die laser uitzetten.
Dat is wel belangrijk. Dus even wachten tot het. Iedereen helemaal in orde is. Dat er weer oxygen is in de healing bay. Ondertussen een sigaretje aanstijgen. Daar maak ik geen reclame voor, dat zal pas van niet mogen. Even kijken. Jump. En gaan we langs de repair facility. Dat heeft hem nog niet zin. Dus we gaan gewoon achter de Rebel flagship aan. Hij kan in ieder geval niet kloppen, dat scheelt. Dus we gaan als eerste zorgen dat we. Daar zijn. Ik wil die lasers uit hebben. Even kijken. Nou, die wordt neergeschoten, dat schiet lekker op. Die vlak kan ik wel gewoon aanzetten, shields. Power surge detected. Kan maar healen. Kom maar terug. Dan gaan jullie met z'n tweeën maar hem even aanpakken. En healen. Maar ik ga jou even die breuk maar repareren. En jij kan wel naar die. Okay. Aangezien we nu toch denk ik even niet gaan teleporten, kan jij wel naar de shields. Nee, dan maar daar naartoe. Allemaal. Dit gaat helemaal niet goed. Het gaat niet zoals ik wil. En repareren die handel. Oké, die is goed. Kom maar terug. Eén power daarmee, daar eentje meer. En kom maar terug. Weet je wat? Ik me nou net bedenk. Als jij ook even gaat healen. En de oxygen bij. Ga je daar naartoe? Ga je die maar uitzetten, want dan krijg je toch niet alle crew dood. Oké, jij repareert die maar eventjes. Hem op de shield zetten. Kloken. Dit is al 3 druppel multitasken, maar. Ga je maar in de shield bij. En jij ga je maar healen. Oh man, CY Heng heeft het ook maar net gered. Jij, laat de healing bij. Oké, gaan repareren. Oké, kom maar terug. En ga maar naar de healing bay. Ik
Shields holding, ja. Even kijken, jij moet de wapens gaan repareren. Jij moet niet de wapens gaan repareren, je moet hem aanvallen. Jij ook. Power surge detected. Daar komen ze, kloken. Oké, hier. De wapens worden als het goed is gerepareerd. Even kijken, deze zetten we uit. En dan zetten we de stunners aan. Even kijken. Ga jij maar daar naartoe, samen met hem. CY Hang even healen. Ion Blast ook op de shields. En de Ion Stunner ook op de shields. Oké, jij daar naartoe. Ik word niet goed van al die aanvallen, zeg. Oké, laat even die healing bij even iets meer. Okay. Ja, ook terug. Power Surge komt er weer aan. En cloak. Oké. Okay. Nee, die zetten we niet aan. Eén healing uit. We zetten de hacking op maximaal. Redden we dat? Nee. Nee, maar weet je wat, we moeten die... We kunnen die hacking tool niet gebruiken, omdat... Nou, onze vriendelijke vriend, de verdedigende. Een verdedigende drone rondhangt. Er hangt een verdedigende drone. Daar moeten we eens even over nadenken. We komen niet langs die verdedigende drone. Dat schiet dus niet op. Gelukkig hebben we daar de volgende keer niet zoveel last van. Dus we moeten, denk ik, de chain laser aanzetten. Dus die chain laser ook daarop en de Ion Blast ook daarop. 1, 2, 3, 4. Nou, kijk hoe ver we komen. Ik ben bang dat we niet ver genoeg komen, maar. Ja, onze hul gaat er op deze manier natuurlijk aan. Ga je maar naar de shields. Zorg dat de shields snel uit de charge. Ben jij dat? Nee, hij is niet echt van de shields. Ook niet van de shields. En hij ook niet van de shields. Er is niemand die gespecialiseerd is in de shields. We missen natuurlijk ook een hoop. Nee. Het enige wat ik zou kunnen verzinnen is toch die teleporter aanzetten. Ja. Maar ten koste van wat, hè? Ten koste van deze, denk ik. En dan op de pool, waar zetten we die neer? Op de drone. Daar gewoon. Thank you.
Moet die hier een beetje aan hebben. Nou, hou dan maar uit. Oké, jullie weer terug. Nou, gaan we gewoon daarin staan dan. Terugkomen. Healen. Ja, de shields zijn nu down. Oké, nou gaat het goed. Oké, nou, lekker. Yes! Haha. Jongen. Wat een deel, zeg. Oh. Echt gewoon zwaar underpowered zijn wij. Maar goed. We gaan eerst even kijken naar wat we hier nog hebben. Nou, we hebben eigenlijk helemaal niks wat we kunnen veranderen. Dus, het zal ermee moeten. Wat kunnen we nog meer upgraden? Ons oxygen systeem. Is dat handig? Ja, dat zou kunnen. We kunnen onze medbay ook nog een keer verder upgraden. Heeft ook allemaal niet zo heel veel zin. Weapons kunnen we niet doen. Ja, het zijn de enige twee die we kunnen. Oxygen. Ik gooi mijn geld in de oxygen. Oké. Zorg dat er genoeg zuurstof in de medbay zit, niet dat we dat nog nodig hebben, maar ja, je weet het niet, hè? Je weet het niet. En hopen dat, als het goed is, hebben ze nu geen drones meer, dat scheelt. Dus dan kan de medbay uit, en power hier aan, ik wil de chain laser uit, en daar wil ik... Ja, er zit een twijfel of het nou is wat ik wil, ik wil de plak uit en de chain laser aan. Dat is wat ik wil. Hebben we deze nodig? Dat denk ik niet. Zeker in het begin niet. Dus die zetten we dan gewoon ook aan. Zeker in het begin hebben we die nou niet nodig, want dan zit er een super shield. En dan kun je beter die vlak hebben. Dan wat anders. Oké, jump. Terug naar... Oké, nou, this is it, jongens. This is it. De chain laser op de shields. De ion sender op de shields. De ion blast op de shields. En de vlak 1. Vlak 1 op de shields. Intruders detected. Oké. Nee, dat is mind control. Oké, hier zit wel een echte. Ga jij maar weg. Ah, dit gaat helemaal fout. Dat gaat helemaal fout. Shields repareren. En hier naartoe. Oké, dit is echt helemaal fout. Oh shit. Ga je maar naar de engines toe. En dan gooien we hier even de deuren open.
waar is onze cloaking? Onze cloaking wordt dan gewerkt. Gaan we nog één shield. En ga jij maar naar de... Ik vond dat. Hier doen we deze aan. Oxygen op 2. Oké. Cloak. Oké, dat is gelukt. Jij shields repareren. En jij terug naar de helm. Oh, nice. Niet shields repareren. Ja, ook deze repareren, maar ook deze repareren. Dus met de wapens. Oké, hun shields zijn er ook aan. Iron stunner op de weapons. Oh shit. Het gaat echt zo verkeerd. Het gaat helemaal niet goed. Het gaat helemaal niet goed. Ah, crappers. Cloak is down, alles down. Oké, deuren dicht. Jij, cloak in repareren. Jij moet naar de shields. Maar eigenlijk wil ik ook wapens hebben. Zo snel mogelijk. Ah, dat was hem. Nou, ik vond dat het een hele aardige poging was. Met, nou ja, zo zwaar onderpowered als dat we waren, met nog maar 5 crew over. Als we wat meer crew hadden gehad en hadden we eerder kunnen teleporten, eerder die... kanonnen kunnen uitzetten, hadden, hebben we helemaal niks aan. Maar het was een leuk laatste aflevering en helaas hebben we net niet gered. Nou ja, helaas. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot de volgende.